Op het eerste gezicht zijn deze huizen niet heel opvallend. Toch speelt deze locatie een belangrijke rol in de Vlissingse geschiedenis. Bouwhistoricus Ronald ten Broeder vertelt. We staan hier echt in het centrum van Vlissingen. En we staan hier bij vier gebouwen waarvan er één toch een hele bijzondere geschiedenis is. Voordat deze woonhuizen zijn gebouwd was dit de beurs van Vlissingen. Dus werkelijk het economische centrum. Je moet zich dat voorstellen als een open galerij. Die is afgebroken rond 1600 en toen zijn deze gebouwen dus neergezet. Een ervan, op de nummer 139-143, die heeft een hele bijzondere geschiedenis gehad. En dan gaan we terug naar de 19e eeuw, want hier heeft de loge van de vrijmetselarij, loge Lastre de Lorient, heeft hier gevestigd geweest. We hebben daar bij de restauratie nog de sporen van teruggevonden, in stukplafonds en met ornamenten, hè, zoals de driehoek, de passer, het alziend oog. Maar één element is duidelijk bewaard gebleven boven de ingang met de spreuk tandem bona causa triumphat. Ten slotte triomfeert de goede zaak, of vrij vertaald eindgoed al goed, wat aan deze periode van de vrijmetselarij herinnert. Nou, een tweede functie die het gebouw heeft gehad. Het gebouw heeft meerdere functies gehad, is bibliotheek van Vlissingen. Dat was in de oorlogsjaren vlak daarna. En hier heeft Annie M.G. Schmid, de bekende schrijfster, is hier als bibliothecaresse, als secretaresse, heeft ze haar functies vervuld. Ze heeft inderdaad geweigerd te ondertekenen voor de cultuurkamer. Dat zal ze natuurlijk niet in dank zijn aangenomen, maar opstandig als ze was, heeft ze dat toch weten vol te houden. En heeft hier haar functie weten te vullen, ook na de oorlog nog even. En daarna is ze uit Vlissingen vertrokken.